Centrale Bank van Suriname tekent overeenkomsten met banken. 5 algemene banken hebben de overeenkomsten betreffende het restant aan schuldverplichting die de Centrale Bank van Suriname jegens hen had ondertekend. Deze ondertekening was op maandag 4 mei 2020. Dit is mede tot stand gekomen na overleg met de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Hierbij moet worden opgemerkt dat de banken zich intussen ook bereid hadden verklaard om separate overeenkomsten aan te gaan. Het tekenen van deze contracten volgt na het ringfencen van de kasreservemiddelen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.